Kortje, mag ik zeggen dat we vandaag een zeer efficiënt Lommel gezien hebben? Niet alleen efficiënt, hè. Ik denk dat wij echt een zeer goede wedstrijd spelen. Ja, Knokke staat niet voor niks tweede met 38 punten. Dus ik denk dat we sowieso respect moeten hebben voor de tegenstander. En toch heel wat kwaliteit aan de andere kant met heel veel lopende mensen, heel veel snelheid. Ja, dat zijn toch wel wat dingen daar waar we een beetje schrik voor hadden. Maar goed, we starten hier perfect. Hè. Dus eerste minuut score je al. Ja, en dan denk ik dat de eerste helft ideaal verloopt voor ons. Ik denk dat we heel wat countermogelijkheden hebben gehad. Misschien nog niet voldoende hebben uitgespeeld. Ik denk dat we eigenlijk nog beter hadden kunnen uitspelen, eerste helft zelfs. Maar goed, ja, oké. 1-3 aan de rust, dan mag je zeker niet klagen. Tweede helft begin ook weer goed. Scoren direct de 1-4 en dan denk ik dat, dat de boeken toe waren. En dan is het gewoon eigenlijk nog uitspelen. En is het jammer dat we links of rechts nog een keer niet hebben kunnen prikken of efficiënter zijn daar. Jullie doen uiteraard een goede zaak. 1-4 winst. Kan je nog iets beter wensen? Nee, oké, goed. Wij stonden voor een vierluik of staan voor een vierluik. En dit is het eerste daarvan. Hè. Dus volgende week zijn het ook alleen maar toppers. Dus dat is leuk als je de eerste goed kunt aanvatten. En we halen nu 15 op 15 en dan zie je dat je toch een kloofje kan slaan in het klassement.